Jingle bells ring, and jingle bells ring. Snowing and blowing, a place is a fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Welkom op onze kerstmarkt. Ik wil jullie graag even eerst voorstellen aan Juliette. Zij is de reden dat wij hier staan en een kerstmarkt georganiseerd hebben. Want iets meer dan 2 jaar geleden is het, hè, Juliette? Ja. Ja, toen stond Juliette nog vol in het leven. Drukke collega, altijd bezig, mooi gezin, heel veel plannen. Heel veel energie, geen rust in de kont en haar mond stond ook nooit stil. Zij praat zelfs meer als ik en dan weten jullie het wel. En toen kreeg ze een vervelende, trillende arm. En er werd eigenlijk een beetje afgegeven op het werk, hè? Druk, toe aan vakantie. Maar ja, niets was minder waar. Ze zei dat ze waarschijnlijk nooit geen kleinkinderen zou zien. Dan gaan je haren al overeind staan. Geen kleinkinderen die ze ooit voor kan lezen. Ja, ik krijg daar echt kriebeltjes van, Juliette. Maar Juliette dacht, zolang ik nog goed kan praten, ga ik een boek inspreken, zodat ik er toch nog een beetje bij ben, als die kleinkinderen er zijn. Hoe je ondanks deze ellendige ziekte plezier in je leven kan behouden. Nog kan genieten van dingen. Soms betekent dat je geniet van ergens alleen maar naar kijken in plaats van meedoen. Net als nu. Het was een verhaal over hoe belangrijk liefde en warmte van fijne mensen om je heen is. Hoe belangrijk het is om te blijven praten met elkaar. Benoemen hoe het is en wat er gaat komen. Om vervolgens weer door te gaan. Zwaarte weer licht te maken. Nou, ik denk dat wij hier allemaal heel veel van kunnen leren. Van die woorden. Geniet van elkaar. Geniet van het leven. Fijne kerst allemaal. Ja, kerst is het feest van het licht. Iedereen beleeft kerst op zijn eigen manier. Maar dat licht in die donkere dagen staat toch vaak wel centraal. En... in een misschien heel donker verhaal wat we net gehoord hebben, zijn er ook altijd weer lichtpuntjes. Dat bleek net heel duidelijk. En dat is heel knap. En dat past ook helemaal in deze tijd, hoe je kerst ook beleeft. Het is het feest van het licht. En dat brengt ons hier samen vandaag als ouders, opa's en oma's en de mensen van Pardoes rondom dit belangrijke thema. Want kerst is ook altijd die periode toch dat je even wat verder nadenkt over de mensen die het wat moeilijker hebben, die wat minder hebben. Daar sta je dan toch even wat meer bij stil. Dus grote complimenten aan alle mensen van Pardoes voor dit initiatief. Het is sowieso, het ziet er natuurlijk fantastisch gezellig uit. En het is voor een heel goed doel. Maar het is ook heel leuk dat we als ouders ook een keer op een andere manier hier samenkomen. Als toch ook een soort mini-gemeenschap rondom onze kinderen. En ik moet één ding niet vergeten. Want ik heb met Kim en Colinda afgesproken dat ik hun namen niet zou noemen. Dus dat doe ik bij deze ook niet. Ik ga Kim en Colinda niet noemen in mijn woordje, want daar zitten ze niet op te wachten. Ik wens iedereen een hele mooie avond. We zijn vandaag op de kerstmarkt bij Kindcentrum Pardoes. Nou, voor de mensen die dan niet weten waar dat is in de Heeswijk, in Kuik. Hè? Bij de Waai. En het is niet zomaar een kerstmarkt, maar er is echt een heel goed doel aan verbonden. Namelijk ALS. Ja. Juliette, jij hebt hier gewerkt? Ja, ik ben op een hoofd van Noor van Spring. In Boksmeer. In Boksmeer, ja. Oké. Maar het hoofdkantoor is in Boksmeer, maar Pardoes valt onder Spring. Ja. Springkuik. Springkuik, ja. Jij hebt ALS, hoe lang al? 2 jaar. 2 jaar. Werk je ook al 2 jaar niet meer? Ik heb een paar maanden nog gewerkt
En daarna lukt het niet meer. Nee. Want, helaas. Ja, helaas. Ja. Het is een heftige ziekte, hè? Heel heftig. Heel heftig, ja. Ja. En er is nog geen oplossing? Nee, geen medicijn. Nee, helemaal niks. Nee, helaas niet. Vandaag het goede doel ALS op heel veel plekken, dankzij het Glazen Huis natuurlijk, die ook ophaalt voor het ALS. Ook hier vandaag, wat hopen jullie op te halen? Heel veel geld, echt heel veel. Ja, supermooi. Al die mooie acties, geweldig. Ja. Ja. Want dat is het enige wat kan, geld ophalen voor onderzoek. Ja, en ook om mensen nog een mooie dag te bezorgen. En we hebben bijvoorbeeld ook een rolstoelbus van de stichting. En, ja, oké, de rolstoelbussen van de stichting wordt daar ook uit bekostigd. Ja, en dat is heel fijn, want dan kan die nog overal heen. Ja, want jij bent afhankelijk van de rolstoel. Ja, ja. Zonder rolstoel en zonder rolstoelbus kom je dus nergens. Nee, ik kom er nergens meer. Nee. En dan gaan we overdag hierheen. Ja, heel mooi. Ja. Ja. Nou, we hopen dat er gigantisch veel wordt opgehaald. Ga je zelf ook nog iets kopen? Ja, mijn dochter heeft de portemonnee mee. Ja, onze dochter koopt alles wat ze tegenkomt. Oh, komt goed. Kom, dus dat komt goed. Er wordt flink wat opgehaald, ook door jullie zelf. Heel zeker weten. Ja. Nou, dankjewel en prettige kerstdagen. Dankjewel, hetzelfde. Dankjewel. En er zijn allemaal heel leuke dingen te koop, maar er is ook lekker drinken. U heeft... Zeker, lekker echte soep. Echte soep? Ja, daar komen we eigenlijk voor, hè, voor de echte soep. Maar echte soep met slagroom? Nee, chocolademelk. Chocolademelk. En wat heb jij? Ertsoep met twee koekjes. Doe maar. En bent u van plan om veel geld uit te geven vandaag hier op de markt? Nou, wij vinden het sowieso een heel goed doel. Dus daarom zijn we ook eigenlijk gekomen. En de kinderen hebben allemaal wat centjes, dus die kunnen lekker ook geld uitgeven. En hopen dat jullie veel ophalen. Ja. En wij doen ook een sponsorloop. Loop op school voor ALS en wij hebben zeg maar zo'n blad meegenomen dat je kan sponsoren. Oh, wat goed van jullie. En welke school is dat? Prins Klaus School in Nijmegen. In Wezenhof. In Nijmegen? Ja. Nou, heel goed. En zit jij ook op die school? Nee, ik zit inmiddels op de middelbare school. Alleen wij gaan ook een kerstmarkt doen voor de ALS. En dan wie het langst mogelijk van de dag hangt, die krijgt dan een prijs van ons. En dat is dan 1 euro om te hangen. Nou, wat goed. Ik hoor wel, en jullie horen ook, iedereen is gewoon echt heel goed bezig om flink wat geld op te halen, hè, voor ALS. Ja, zeker. Goed zo. Ja. Nou, laat hem niet koud worden. Nee, gaan we niet doen. Dank je. Dankjewel. Doei.